I extend my warm greetings to the city with the first gay monument and the first gay marriage. Want wij brengen het beste van het beste voor jullie. Ze doen onderzoek naar seksuele aantrekkingskracht tussen vrouwen. Gelukkig, ja, het is nooit zo druk geweest. Dan komt dat om het jaar op een boodschap. NPS Gay Station. Is nou de introductie van PrEP, of hoe je dat moet zeggen in Nederland, is het echt mislukt? Vinden jullie dat? Ja! En ik kom erachter dat wij eigenlijk een beetje het achterlijke broertje van de wereld zijn. Dat wij hier in Nederland heel erg achterlopen. Klopt dat, Jennifer? Ja, dat klopt. Ja. We staan hier in de Rode Hoed, waar zo het lijsttrekkersdebat van het COC zal plaatsvinden. Er zijn een aantal grote namen van de politiek aanwezig, waaronder Alexander Pechtold, Asscher en Sylvana Simons. Zometeen zullen we kijken welke roze standpunten belangrijk zijn voor de verkiezingen. En natuurlijk polsen we ook nog het publiek. Vanavond gaan we zien of we ook de komende jaren weer dit soort afspraken kunnen maken. Of we een regenboogstembusakkoord kunnen afsluiten. Onze debatleider, Clary Polak, die gaat er in hoog tempo een aantal thema's doorheen jagen. Het zijn er 8. En ik ga turven hoeveel toezeggingen we kunnen binnenhengelen voor dat akkoord. Als je nog meer wil weten na vanavond over de standpunten van politieke partijen, over hun kandidaten over hun stemgedrag, dan kan je terecht op www.gayvote.nl. Want wij willen geen achteruitgang voor LHBTI's, wij willen vooruitgang. Samen met onze politieke bondgenoten veranderen we de wetten. En veranderen we de wereld. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Ik geef het woord aan Clary Polak. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is een ongelooflijk ambitieus programma, zeg ik. We hebben 9 politici, we hebben 8 thema's. Iedere thema heeft een vragensteller. Dat is een ervaringsdeskundige die te maken heeft of heeft gehad in zijn of haar leven met het onderwerp waarover de vraag gaat. Aan het eind van iedere vraag, ieder thema, gaan we wel even stemmen. Voor of tegen, zodat we een beetje weten of er inderdaad een roze stembusakkoord straks kan worden gevormd. Het eerste thema is artikel 1 van de grondwet. Ik gaf net al aan dat de afgelopen jaren dankzij uw politici ontzettend grote vooruitgang is geboekt. En dat willen wij als COC willen we dat graag ook borgen. Wat we nu weten, dat hoeft niet zo te zijn over 50 of 100 jaar. Dat kan het wel heel anders zijn. Dan kan de publieke opinie of de politieke opinie in het slechtste geval, kan gewoon echt heel anders zijn. En daarom vinden we dat geborgd moet worden in de grondwet. Mijn vraag is eigenlijk, kunnen we erop rekenen dat u een expliciet verbod op LHBT-discriminatie gaat toevoegen aan artikel 1 van de grondwet? Duidelijk. We gaan meteen beginnen, de eerste spreker. Mag ik Lodewijk Asscher vragen om hier in 1 minuut op te reageren? Wat is het hier leuk? Ja. Ga van je tijd af. Ik weet het. Maar het was de moeite. Artikel 1, de basis van de bescherming voor iedere Nederlander. Gelijke behandeling. Het recht gevrijwaard te blijven van discriminatie. Daar moet natuurlijk bescherming tegen discriminatie vanwege je geaardheid, vanwege wie je bent, in worden opgenomen. Dat heeft een symbolische betekenis, ja. Het heeft een juridische betekenis. Maar het heeft vooral een morele betekenis die aan iedereen die hier opgroeit, aan iedereen die hier binnenkomt, duidelijk maakt: dit is ons artikel 1 van de grondwet. We moeten dat erin opnemen en we gaan dat er ook in opnemen. Wij zijn daar voor. Mijn naam is René Peters. Ik ken jullie allemaal nog niet, maar ik vind het hier ook hartstikke leuk. Sowieso. Het gaat natuurlijk om acceptatie van iedereen, zonder mits en maar. Op zijn best is dat onderhoudsgevoelig. En dat betekent dat wij met z'n allen wel een duidelijk statement moeten maken van hoe gaan wij in Nederland met elkaar om. En daar hoort natuurlijk in de grondwet bij dat wij duidelijk zeggen dat LHBT en andere vormen, maar LHBTI ook absoluut niet gediscrimineerd moeten worden. En dat we dat inderdaad niet alleen in de grondwet zetten, maar ook in het onderwijs verder maken en ook juridisch stevig aanpakken. Dus het CDA is voor het opnemen van het artikel in de grondwet. Beste mensen, fantastisch om hier te zijn. Jullie gaan ervoor zorgen dat inderdaad in artikel 1 van onze grondwet komt te staan dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid wordt verboden. Dat is jullie inzet, dat is jullie strijd en jullie strijd is onze strijd. De SP is daarvoor. Het is een brede strijd in een tijd dat haat wordt gepredikt, dat er politieke partijen zijn die gewoon van artikel 1 af willen.
dat onze grondrechten onder druk zijn, moeten wij gezamenlijk die strijd tegen discriminatie, tegen racisme, tegen uitsluiting voeren. En niet alleen maar seksuele gerichtheid. Als het aan mijn partij ligt, zetten we daar ook in dat discriminatie op basis van een arbeidsbeperking of je leeftijd, twee andere grote maatschappelijke problemen, daar ook in komen. In een tijd, in de 21ste eeuw, dat zekerheden die we dachten in de 20ste eeuw met elkaar al geregeld hadden, weer onder druk staan. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook nog in delen van Europa, is het van groot belang dat de grondwet van ons allemaal is. En dat artikel 1 uitstraalt waar dit land voor staat. En dat we dat ook uitstralen naar de rest van de wereld. Er staat veel onzin in onze grondwet. Over hoe we de koning financieren, hoe we de burgemeester aanstellen. Maar wat er wel in thuis hoort, is wie wij zijn en wie wij willen zijn. Daarom ben ik ontzettend trots dat met een paar collega's Vera Bergkamp dit nu nog gaat regelen. Dankjewel, Vera. We moeten natuurlijk, het is een grondwet, twee derde meerderheid straks hebben. Dus, meneer Zijlstra, u weet wat u te doen staat. Ja. De VVD is helder. Wij vinden dat elke vorm van discriminatie in Nederland verboden moet zijn. En dat is waarom wij vinden dat de grondwet niet moet worden uitgebreid met extra gronden, maar waarom de algemene grond moet zijn, elke vorm van discriminatie moet zijn verboden. Want we willen voorkomen, en dat werd net goed aangegeven door de voorzitter van het COC, dat je eerste en tweede rangs discriminatie krijgt. Dat als je niet in de grondwet staat, dat het kennelijk minder erg is als je op die grond was verboden. Dat is waarom wij vinden dat je niet naar een lijst moet gaan van alle gronden die verboden zijn, maar dat je heel duidelijk moet zeggen, in Nederland is elke vorm van discriminatie verboden. Daar staat de VVD voor en daarom zijn wij tegen deze wijziging. Oké, goed. Dankjewel. Waarom waren jullie in de jaren 80 voor? Wij waren in de jaren 80 voor, omdat eigenlijk de redenering die nu gevolgd wordt, ook door het COC, ook onze redenering was. Het is goed om te benadrukken welke groepen extra last hebben van discriminatie. En waarom is dat veranderd? Omdat zich inmiddels, is in 2006 ook helder aangegeven, net ook in de motivering, je een tendens krijgt van als je er niet staat, dan is het, ik zeg het nog maar even huiselijk, minder erg kennelijk. Terwijl het natuurlijk nooit minder erg is. Discriminatie van wie dan ook, in welke vorm dan ook, is verwerpelijk. En dus moet je helder zijn dat er geen onderscheid is in vormen van discriminatie. En laat helder zijn, want u bent op zoek naar een opening, die heb ik ook best voor u. Wij vinden dat waar het gaat over de grondwet, die algemeen moet maken, heb ik net helder gezegd. Wij vinden ook dat het komt ook maar aan. Wij vinden ook dat waar het nu zo is als het voor ligt, dat je dus niet de seksuele geaardheid er buiten kunt hebben. Dus wij, onze voorkeur is, wij zullen ook een amendement indienen op de initiatiefwet die D66 en andere partijen hebben neergelegd. In dat amendement zullen wij bepleiten om alle gronden uit de wet te halen. Mocht het amendement het niet halen, laat helder zijn, dan vinden wij het een minder slechte optie om dan mee te stemmen met die wet. Maar pas nadat ons amendement is af. Voor de goede orde, als dat amendement het niet haalt, dan zijn jullie voor het toevoegen van LHBTI-discriminatie, omdat dat beter is dan wat er nu staat. De huidige situatie is de slechtste situatie. Ja. Dus wij inderdaad willen dat het er allemaal uitgaat. En als dat het niet haalt, dan zullen wij seksuele geaardheid als grond van discriminatie wel steunen in opname in de grondwet. Katelijn, wil je daar nog iets aan toevoegen? Het is inderdaad dat het niet is opgenomen. Komt omdat in de jaren 80, dat staat ook in de oude memorie van toelichting, toen werd seksuele oriëntatie nog eigenlijk als te eng en maatschappelijk onvoldoende aanvaard gezien om opgenomen te worden in artikel 1 van de grondwet. Nou, het is dus belangrijk om nu te laten zien dat er echt een verandering is. Dat we het echt belangrijk vinden dat het in artikel 1 is. Door niks op te nemen. Ik heb met dit onderwerp ook bij het College voor de Rechten van de Mens heb ik daar uitgebreid over gepraat. Door niks op te nemen haal je een beetje de zwaarte weg van artikel 1. Want niet elk onderscheid is even erg. Het onderscheid tussen roodharig, het is ook vervelend. Maar het is dat weet jij dan weer. Nee, maar het is van iets anders dan een historische ongelijkheid. Een historische ongelijkheid, een achterstelling. Dat is dus wie is er straks voor het amendement van de VVD? Wie is er tegen? En dat betekent dus, Halbe Zijlstra,
dat je amendementen niet zal halen. En dat er dus een meerderheid is, ook een 2/3 meerderheid straks, voor het wijzigen van de grondwet, zoals in de geest, zoals dat net werd gezegd. Dat zou kunnen. Er zijn een paar partijen niet hier vanavond. Dus dat is wel verstandig om daar ook maar niet op te stemmen, zou ik zeggen. Dank voor dit stemadvies. Waarom moet de roze stemmer dan op de VVD stemmen? De roze stemmer zou op de VVD moeten stemmen omdat we bewezen hebben, niet alleen de afgelopen jaren, maar ook daarvoor, dat alle belangrijke bewegingen ter verbetering van hun positie, LHBTI, hebben wij altijd als VVD aan meegewerkt. En dat zullen we ook naar de toekomst toe blijven doen. Daar hebben we vanavond veel over gezegd. Belangrijke besluiten naar de toekomst toe, maar ook naast die emancipatie, veiligheid. Dat je over straat kunt lopen, dat je niet aangevallen wordt omdat je LHBTI bent. Dat je niet hoeft te vrezen dat al die vrijheden die we hier hebben verworven op termijn zullen verdwijnen. Dat is waar de VVD voor staat en daarom zou ik zeggen, stem 15 maart, VVD. Steeds vaker krijgen LHBTI's te maken met fysiek en verbaal geweld. 7 op de 10 om precies te zijn. Het aantal meldingen bij de politie nam toe van 428 in 2009 tot meer dan 1500 in 2015. Dat is een verdrievoudiging in 6 jaar tijd. En nog altijd worden bar weinig mensen veroordeeld voor discriminatie. Met die 2 gegevens als uitgangspunt zou je verwachten dat de politiek de wettelijke discriminatiebescherming zou vergroten. Maar het tegenovergestelde dreigt te gebeuren. Een aantal partijen wil die bescherming tegen discriminatie juist beperken en overweegt enkele artikelen uit het wetboek van strafrecht te schrappen of aan te passen. En dat gaat om de artikelen 137 C, D en E van het wetboek van strafrecht, waarin het verbod op groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie wordt besproken. Ik kan daar echt met mijn hoofd niet bij. De weinige discriminatieveroordelingen die er worden uitgesproken, zijn voor 80% van de zaken gebaseerd op juist deze 3 artikelen. Als die worden geschrapt, wordt er straks helemaal niemand meer in Nederland veroordeeld voor discriminatie en is het vrij prijsschieten op minderheden. Bent u voor of tegenstander van inperking van het wettelijk discriminatieverbod dat is neergelegd in de artikelen 137 C, D en E van het wetboek van strafrecht? Ten eerste ben ik heel erg blij dat iedereen zo achter artikel 1 staat vanavond. Heel kort antwoord geven op deze vraag. Het antwoord is nee. Wij zijn niet voor het schrappen van deze artikelen. Juist omdat artikel 1 heden vandaag zo onder druk staat. En u noemde de cijfers al. Ik denk niet dat we willen dat die over enkele jaren weer verdrievoudigd zijn. En het is tijd dat we gaan inzien dat dat discriminatie in zijn algemeenheid een groot probleem is. Dat in de kiem aangepakt moet worden. Dus naast het handhaven van wetten die er al zijn, het zwaarder straffen dan dat nu gebeurt, pleiten wij ook voor voorlichting op scholen, vanaf basisschoolleeftijd. Het is verplicht, maar het moet ook verplicht blijven. En willen we eerder harder inzetten op die handhaving dan alleen aan de terug. Ik ben niet voor het schrappen. Ik heb dit debat zelf gedaan als fractievoorzitter, omdat ik wilde weten wat de argumenten waren om dit te schrappen. Ik heb daar geleerd dat het Openbaar Ministerie in 80% van de discriminatiegevallen deze artikelen nodig heeft om iemand voor de rechter te krijgen. De historie van deze artikelen ligt in de jaren 30, het antisemitisme. Met deze artikelen voorkomen we dat we swastika's op muren zien. Met deze artikelen voorkomen we dat we ISIS-vlaggen zien. Met deze artikelen kunnen we ervoor zorgen, zoals onlangs in Amsterdam gebeurde, als er anti-homo-flyers worden uitgedeeld, dat die worden aangepakt. Je wilt niet dat er gediscrimineerd wordt. Je hebt het net in de grondwet nog even dik onderstreept. Dan ga je ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En dan pak je dat gewoon aan. Dus dan schrap je die artikelen uiteraard niet. De Partij van de Dieren. Voor de dieren. Oh, sorry. Ja. Ik ben een mens. Ja, want nu disqualificeer ik al jullie stemmers als beesten. Ja, zo is het. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nou, wij als een emancipatiepartij puur sang zal natuurlijk nooit
ook maar nooit zulke artikelen willen schrappen. Maar het is natuurlijk wel van belang om niet alleen maar dat mooi op papier te hebben staan dat er niet gediscrimineerd moet worden. Het gaat erom dat mensen in onze samenleving van verschillende seksuele gerichtheid ook het gevoel hebben dat ze niet gediscrimineerd kunnen worden. Dus het gaat vooral om handhaven van die wetsartikelen. En daarin schiet het heel erg tekort. Mensen voelen zich zeer onzeker, geïsoleerd, eenzaam. En wij moeten dat veel meer beseffen. En dat wordt te weinig gedaan. Dus we kunnen dat wel heel mooi in de wet neerzetten. Maar als wij niet tijdens uitgaansgelegenheden veel politie op straat hebben. Dat de politie ook weet wat het is, wat het betekent om een LHBTI'er te zijn. Dan kun je wel met heel veel mooie wetsartikelen komen, maar dan is die discriminatie ook niet echt aan te pakken. Dus ik zeg ook vooral, ga ervoor zorgen dat mensen zich ook veilig voelen, dat ze zich geïntegreerd voelen. En daar hebben wij een opdracht in, en niet de LHBTI'er. Kan ik concluderen dat hier, althans bij de aanwezigen, een absolute meerderheid is om het artikel dus te handhaven en te stemmen tegen het schrappen van... Wat is het? 37 C, D en E in het wetboek van strafrecht? Is het? Ja, allemaal handen. Ja, maar misschien is het wel even goed om te vertellen bij welke partij en afsplitsing daarvan dit idee vandaan kwam. Ja, want dat is namelijk, u wilt zeggen, dat is van de PVV en de groep van Klaveren. Ja. Waarom zou de roze stemmer op u moeten stemmen? Omdat we niet alleen de traditie hebben van een emancipatiepartij, maar ook bereid zijn daar lef voor te tonen, ballen voor te tonen. Dus het voorstel dat ik vanavond heb gedaan, we zien wat er gebeurt in Amerika. Laten we niet alleen blijven doen wat wij doen, maar ook opkomen voor de LHBTI over de hele wereld. Zelfs zo'n fonds starten. Ons niet laten kisten doordat daar de doodenge conservatieven aan de macht zijn. Ja, daar staat de PvdA voor. Het doorbreken van de taboes. Ahmed Marcouche die de gay pride naar Slotervaart haalde. Veiligheid bieden. Maar ook vieren dat Nederland hierin voorop loopt. Waarom moet de roze stemmer op jou stemmen? Omdat ik met hen zal knokken voor de LHBTI-rechten. En we hebben vanavond geconcludeerd dat zijn mensenrechten. We hebben heel veel bereikt de afgelopen jaren en er moet nog veel gebeuren. En misschien nog wel belangrijker, dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met alle andere mensen. En diversiteit is geen bedreiging. We moeten diversiteit weer als kracht zien met al die mensenrechten die daarbij horen. Ik ben Nick Fijn, 18 jaar en ik zet me in als vrijwilliger bij het COC voor Jong en Oud en Expresso. Het zijn twee jongerenorganisaties. En ik loop een GSA op mijn mbo-school, Crucis College in Alkmaar. Weet iedereen wat GSA's zijn? Ik weet niet of iedereen het weet, maar ik zal nog even duidelijk maken. GSA is een groep jongeren, docenten en studenten die zich samen inzetten voor een veilige omgeving voor iedereen op school. Dus het maakt er niet uit of je LHTBI bent of net buiten dat standaardhokje waarin wij Nederlanders denken valt. Maar wij zetten ons in voor iedereen. En we hebben ontzettend veel steun kunnen krijgen van jullie in de afgelopen jaren. Helaas stopt alleen voor volgend jaar de financiering hiervan. Namens, ja, jullie. Daarom is dan ook mijn vraag, kan ik op jullie steunen rekenen dat wij 900 GSA's voor heel Nederland jullie financiële steun kunnen blijven behouden in 2018 en de rest van de jaren? Ja, ja Nick, natuurlijk. Dit wordt een hamerstuk, Luc. Nick, dit wordt een hamerstuk. Nou ja, kijk, weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat wil je vooroordelen, discriminatie, uitsluiting voorkomen, dan moet je elkaar leren kennen. En dat is precies wat die Gay-Straight Alliances doen natuurlijk. Dus dat begint op school. En het is ook heel erg belangrijk dat we die seksuele diversiteit en educatie daarin op school goed op orde hebben. En er zijn heel veel stappen gezet de afgelopen tijd, maar we zijn er nog niet. Zo wordt dat nog niet door alle mbo-scholen uitgevoerd. We zagen helaas deze week ook weer het bericht dat bepaalde gevoelige thema's vanwege terughoudendheid van docenten, omdat ze niet goed weten hoe ze met vragen om moeten gaan, niet besproken worden. En dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, je moet bespreekbaar maken dat iedereen anders is. En dat ook als je van iemand anders houdt dan wat je gewend bent, dat dat normaal is, dat er een LHBTI-gemeenschap is, dat gewoon ook mensen zijn. En daarom willen wij dat die handhaven. Dat zijn ook mensen, dames en heren. Ja, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal mensen, allemaal gelijkwaardig. Maar als je die verschillen als eng ziet, als anders ziet, en als we dat onze kinderen niet leren, dan gaat het dus niet goed. En dat bleek deze week. Dus dat moet gewoon op scholen verplicht worden uitgevoerd. Plus die is heel blij, juist met die GSA, met die alliances op scholen.
Want de voorlichting op scholen is heel erg belangrijk. En daarom vinden wij ook dat op pedagogische, academische en lerarenopleiding dat daar ook aandacht aan besteed wordt. Want inderdaad, er blijkt dat heel veel docenten niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En die moeten dus ook van hun opleiding komen met voldoende bagage om op scholen duidelijke voorlichting te kunnen geven. Want het blijkt nog steeds dat LHBTI'ers op scholen zich een stuk onveiliger voelen. En dat moet niet. En voorlichting is heel belangrijk en het begint vooral op scholen. En als je 50 plus vraagt om steun voor de financiering voor de GSA, dan GSA's, dan kan ik volmondig ja zeggen daarop. Gewoon nu alvast even kijken of Nick van jullie allemaal steun kan krijgen wat betreft deze financiering. Dus wie is er voor? Volgens mij is het zelfs al geregeld. Ja. Er is een motie, laat ik zo zeggen, er is een motie in de Kamer aangenomen die gezegd heeft dat dit geregeld moet worden. Okay. En die is zo breed aangenomen, maar volgens mij iedereen die hier staat die erin zit en degene die er nog niet in zitten, die vinden het ook. Dit gaat goed. Formuleren, namelijk over dat er wat meer geïnvesteerd wordt ook in school, of juist ook bij de opleiding van docenten. En dat je ook zorgt dat die docenten inderdaad beter geëquipeerd zijn. Want wat er nu soms gebeurt is, dan hebben ze één keertje nodig als iemand van het COC uit. Dat is dan iemand die iets kan doen, maar het is nog niet echt helemaal in die les. Ik bedoel, ik zie het bij mijn eigen dochter op school. Dus misschien kan je dan toch nog even iets extra's vragen en kan je zorgen dat juist ook op al die docentenopleidingen, dat er echt beter in overleg is van wat daar allemaal bereikt moet worden. Dus het is dingen nog cadeau erbij. Wil je nog, is er nog iets wat je wil? Want het is... En mijn tweede vraag is, voorlichting over dit onderwerp is op eigenlijk alle scholen verplicht, behalve op mbo-scholen, dus de opleiding waar ik op zit. Hoe kan dat en zouden jullie ook daarvoor kunnen pleiten dat dat ook op mbo-scholen verplicht wordt en niet meer als alleen één leeftijd? Ik denk dat je heel erg goed punt aansluit. We weten dat jongeren en LHBTI-jongeren als cijfer voor hun eigen leven een 6 geven en andere jongeren een 8. We weten dat LHBTI-jongeren 5 zo vaak zelfmoordpogingen doen als andere jongeren. We weten dat homo het meest gebruikte scheldwoord is op de school. Met andere woorden, ja, we hebben nu een deel van de voorlichting verplicht gesteld, maar we hebben een gigantisch probleem. En als je dat probleem wil oplossen, dan moet en het op de mbo's verplicht worden, verplicht dat er daarover gepraat wordt. En, volgens mij werd het net gezegd, het onderdeel worden ook op de pabo. Dat je in je stage een keer daar een les over geeft, zodat je ervaart hoe dat moet, hoe belangrijk dat is. En het derde, en misschien wel het moeilijkste realiseren, maar wel heel belangrijk, het gesprek moet ook in de lerarenkamer plaatsvinden. Want wat er misging afgelopen week in het verhaal van meester Mark, dat hebben jullie misschien gelezen. Hij worstelde ermee, hij twijfelde erover en dan kreeg te horen van de conrector: doe maar niet. En dan mis je de kans. Je geeft niet alleen zelf iets op, je schaamt je voor iets, je durft iets niet te vertellen wat je juist wel zou moeten vertellen, maar je geeft eigenlijk ook die kinderen op. Die hebben daar recht op, als je opgroeit in Nederland, dat je weet, die seksuele diversiteit, dat je hier jezelf mag zijn, is misschien wel ons grootste goed. Dus en verplicht op het mbo, en in de pabo. Maar het moeilijkste en het belangrijkste van alles, het gesprek, ook in de lerarenkamer, niet alleen de leraar voor de klas. Dat lessen over LHBTI-acceptatie verplicht moeten worden gesteld op het mbo, wie is daarvoor? Allemaal? Eén. En dan ook nog even andere, wat, ook door jou, ook door jou. Het leren van vaardigheden LHBTI-acceptatie te bevorderen en dat verplicht te stellen op de pabo's, op de opleiding. Wie is daarvoor? Laatst kwam in het nieuws van de week volgens mij nog dat homoseksualiteit als een van de onderwerpen in het onderwijs lastig bespreekbaar is. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Wat kunnen we eraan doen om dat in de toekomst beter bespreekbaar te maken? Ik denk dat we 3 hele concrete maatregelen kunnen en ook moeten nemen. Het eerste is dat het onderdeel wordt van de lerarenopleiding zelf. Inclusief dat je bij je stage een keer dit moet hebben gedaan. Zodat de angst en de verlegenheid die sommige docenten voelen wordt weggenomen. Het tweede is dat hier ook over moet worden gepraat, niet alleen in de klas, maar ook in de lerarenkamer. We zien dat leraren soms zelf vooroordelen hebben en dat ze elkaar te weinig steunen. Voorbeeld van afgelopen week.
vertelde een leraar dat hij het er niet over durfde te hebben. En dat de conrector zei, doe maar niet. Dan mis je een kans. En het derde is, het is nu verplicht in grote delen van het onderwijs, maar nog niet in het middelbaar beroepsonderwijs. Terwijl daar heel veel jongeren lopen die misschien van thuis uit dit niet meekrijgen. Die misschien elkaar opstoken in negatieve gedachten over homoseksualiteit. Dus daar moet de verplichting ook gelden. Punt 4 valt in twee delen. Het gaat over gender en geslacht. En de eerste vraag die daarover gesteld wordt is door Lisa van Dijk. Ik ben transgender. En helaas geconfronteerd met een heel vervelende ervaring. Ik ben al een tijdje werkeloos. Ongeveer 40% van mijn lotgenoten is werkeloos. Veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Ik ging voor taxichauffeuse solliciteren. En ik kreeg een goede hoop op dat ik zou worden aangenomen. Punt was dat ik niet werd aangenomen omdat tegen mij gezegd werd... Ja, ik durf je eigenlijk niet achter het stuur te zetten, want ik ben heel erg bang dat je de klanten wegjaagt. Nou, dat kwam al even aan. Ik hoop u ook. Maar bij mij was even een paar dagen wel verslag. Dan ga je natuurlijk naar het College voor de Rechten van de Mens. Maar dan krijg je misschien op die manier wel je gelijk. Maar het feit is dat heel veel lotgenoten van mij, maar ook interseksuele personen... Toch nog wel met werk gediscrimineerd worden en helaas thuis zitten. We kunnen dus niet volwaardig aan de samenleving deelnemen. Dat vinden we op z'n zachtst gezegd nou niet zo prettig. Mijn concrete vraag aan u is, binnenkort wordt de algemene wet gelijke behandeling in de Kamer behandeld. En bent u van plan om in die wet op te nemen dat transgenders en interseksuele personen juist tegen deze vorm van discriminatie expliciet beschermd wordt? Dankjewel. Hier ben ik blij en trots dat we samenwerkend, Vera, met GroenLinks en PvdA hier vinden dat het een vorm van beschaving, een vorm van verdergaande emancipatie is, dat je ervoor zorgt dat iedereen zich herkent in onze wetten. En zeker als het gaat om de bescherming van onze wetten. Transgenders en intersexe personen, het zijn er tienduizenden. En dat betekent dat ook daarom zorgt dat we in het strafrecht goed zorgen dat al die gronden waarop gediscrimineerd zou kunnen worden, goed benoemd wordt. Juist, zou ik zeggen, bij groepen waar heel veel mensen nog een beetje een vraagteken hebben, wat is dat eigenlijk? Want dat zorgt ervoor dat de discussie daarover gevoerd gaat worden. Dus ja, laten we zorgen dat het wetsartikel met deze twee tenminste wordt uitgevoerd. Mevrouw Sazias wil ook ja zeggen. Ja, ik wil ook graag ja zeggen. En 50 plus wil daar uiteraard natuurlijk ook leeftijdsdiscriminatie aan toevoegen. Ja, het grappige is, ik word ook nog, als iedere keer dat we jou het woord geven, doe jij en ook nog leeftijdsdiscriminatie. Als je... Leeftijd staat in de algemene wet. Ja, die staat er al in. Daar hoef je niet aan toe te voegen. Maar omdat de sfeer zo goed is, zou ik toch nog een wat explicieter ja op het opnemen in die wet willen van het CDA. Want dan hebben we nieuws, dan hebben we vooruitgang. We zitten nu in een soort rode hoedcoalitie. Wat jullie dachten bij het CDA weerstand te zien? Tot nu toe is dat... Discriminatie is verboden, wij staan ervoor. Acceptatie zonder mits en maren van iedereen zoals hij of zij is. En daar staan we voor, daar maken we ons hart voor. En welke letters je daarvoor in die wet maakt... Daar ben ik op dit moment niet zo mee thuis als u, meneer Asscher. Nee, maar het geweldige is, als u dat hier zegt, dan weet ik zeker dat Sibran Buma zich daarbij aanstaat. Mag dat u vertegenwoordigt dat ze dat ja. Dus als ik nu vanavond die twee lettertjes in die wet zetten, we hebben een enorme winst behaald. En ik weet zeker, daar krijgt het CDA niet zo dankbaar zijn. Een enorm succes op het COC-debat. Ik mag u misschien sowieso geruststellen. Er is een stemwijzer, een gay vote. En daar zegt het CDA dat ze ook voor zijn. We hebben het nu over discriminatie, over antidiscriminatie. Maar wat artikel 1 ook heel erg belangrijk vindt, is representatie. Dat gaat ook over het voldoende aanwezig zijn, zichtbaar zijn, gezien worden en jezelf mogen laten zien. Ook in het bedrijfsleven, dus ook in de politiek. Het is nog handig om te zeggen, wij zijn het er ook mee eens met... Gewoon handig, het zijn er maar 40. Dames en heren, waarvan achter de VVD is er ook eens. We hebben hier dus wederom een absolute meerderheid. Kleine toelichting, juist vanwege de discussie rond artikel 1 van de grondwet. Wij zijn, zoals u net heeft gehoord, voor die algemene formulering. Maar dan moet je
waar het gaat om de algemene wet gelijke behandeling, juist daar moet je dus inderdaad ook zorgen dat je al dit soort gevallen specifiek benoemt. Want daar is die wet voor bedoeld. Dus wij hebben warme steun voor dit wetsvoorstel. Stel, je wordt met al die voorkeurstemmen gekozen. Wat ga jij dan doen om de positie op de arbeidsmarkt voor transgenders te verbeteren? Die positie is echt heel slecht. Ongeveer 40% van de transgender personen werkt niet. Als ik in de Kamer kom, dan wil ik heel erg pleiten voor een transitieverlof. Transitieverlof is een periode die wij vergelijken met vrouwen die aan het bevallen zijn. Hun salarissen worden vergoed door het UWV. Mensen weten dat vaak niet, maar de werkgever krijgt dat dan via het UWV allemaal vergoed. En wij stellen voor om dat ook voor transgender personen te doen. Dat is een hele moeilijke fase. Daarin verliezen heel veel transgender personen hun werk. Internationaal activist voor de rechten van intersexe personen. En intersexe personen worden geboren met een lichaam dat niet helemaal voldoet aan de normatieve biologische definitie van man of vrouw. En even voor de goede orde, ik mis dit hier nogal vaak. Intersex is geen seksuele oriëntatie en ook geen gender. En vandaar dat er een extra letter tegenwoordig vastgeplakt is aan LGBTI. Heb ik het een keer vergeten? Nee, toch ook? Nee, jij niet. Verplichte geslachtsregistratie leidt voor ouders van intersexe kinderen tot grote juridische druk om hun kind zo snel mogelijk als jongetje of meisje te laten registreren. Laten we wel lezen. Wat gaat het de overheid eigenlijk aan om te weten wat burgers in hun ondergoed hebben? Gaat u zich hard maken voor afschaffing van de officiële geslachtsregistratie door de overheid? En als we toch bezig zijn, kunt u misschien ook nog even laten weten of u zich de komende 4 jaar gaat inzetten voor de acceptatie van intersexe personen. Ja, Mirjam. Ik ben voor de afschaffing van de seksenregistratie. Het is van belang dat mensen gewoon zijn eigen identiteit kunnen uitdragen. En daarbij hoort ook eigenlijk, ja, kan je het noemen, een soort vrijheid van geslacht. En het registreren, het verplicht registreren van geslacht is daarmee evident ook in tegenspraak. Ik heb de afgelopen jaren heel veel over dit onderwerp gepraat, onder andere met jou. Omdat ik het ook wel lastig vond. Omdat ik ook dacht, van, ja, ik ben ook heel erg voor de vrouwenemancipatie. En ik wil ook dat dat allemaal goed gemonitord werd. Maar ik denk dat dat op een andere manier kwam. En ik ben, kan. En ik denk dat het van belang is. Ik heb met veel mensen gepraat. Inderdaad ook trans mensen die echt zich gekleineerd voelden. Als ze elke keer weer ergens heen moesten. Hun paspoort moesten laten zien. En het emmetje of het veetje kwam niet overeen met wie ze waren. En ook mensen inderdaad voor wie hun geslacht niet een evident ik ben man of ik ben vrouw is. En die hun eigen keuzes willen maken. En waarom moet een overheid hen dan kiezen om dan een man of een vrouw te zijn? Dat is heel erg raar. Het registratie komt uit de tijd dat er een verschillende juridische positie was van mannen en vrouwen. Dat is niet langer het geval. Dus laten we het gewoon afschaffen. Ik ben het met Katelijne Buitenweg eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om al dat onnodig vragen man-vrouw, ook het onnodig vragen van de leeftijd, om dat te schrappen en dat te vermijden, omdat het mensen de hele tijd daarmee confronteert. Ik heb nog wel één zorg, dat als je reisdocumenten nodig hebt, dat ik niet weet of we dat voor mensen ook niet weer last bezorgen als je niet registreert. Dus dat is meer een praktische vraag, maar op zichzelf ben ik ervoor, want als mensen er nu last van hebben, dan moet je het schrappen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan dat er niet iets internationaal rechtelijk verplicht is om dit te registreren. Er zijn natuurlijk ook heel veel landen of waar ze een X hebben of inderdaad niks. Dus het is niet verplicht, het is gewoon een kwestie van keuzes maken. Het kan en laten we het doen. Zou je met een X in je paspoort of überhaupt, zou je in een ander land kunnen worden geweigerd? Dat is eigenlijk, laten we even niet Amerika noemen in dit geval. Maar dat weet ik gewoon niet, wil ik graag weten. Dat kan niet. En er zijn ook landen, zoals Malta volgens mij heeft nu ook ingevoerd, waar je ook een X kan doen. En er zijn gewoon wel meer landen waar dat is. Ik bedoel, Nederland is helemaal niet zo'n voorloper op dit gebied. Dus het is internationaal niet verplicht. Het is wel een gewoonte. Er zullen een aantal afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld met de luchtvaartmaatschappijen. Want op dit moment is er een hele trits aan gegevens die je altijd moet overdragen, inderdaad ook aan die Amerikanen. Nou, maar dat is gewoon, ik bedoel, daar hebben we nu toch ruzie mee, dus je kan die misschien verplichtingen toch ook enigszins schrappen. Maar internationaal rechtelijk zijn daar geen verplichtingen toe. Maar inderdaad, alleen met de luchtvaartmaatschappij moet dat afgesproken worden, maar dat is niet ingewikkeld.
Ik denk dan natuurlijk weer iets genuanceerder over. Waarom is dat natuurlijk? Om te beginnen, nee, omdat u dat zo van mij vraagt. Kijk, in heel helder is een vriendin van mij, geboren vriend, is in transitie gegaan en heeft er heel veel last van gehad dat zij is aangesproken regelmatig en niet met hij. En niet vanwege haar paspoort, maar vanwege geschiedenis enzovoort. Dus ik begrijp heel goed de gevoeligheid en dat je denkt van joh, wat heeft de overheid daar nou mee te maken wat ik in mijn broek heb of hoe je het dan ook wil noemen. Daar heeft de overheid in die zin eigenlijk heel weinig mee te maken. Dus ik begrijp heel goed die niks inderdaad, meneer Zijlstra, heel duidelijk helemaal niks. Dus die gevoeligheid snap ik heel goed, maar ik ben er wel van overtuigd dat er wat meer praktische haken en ogen aan zitten dan dat wij hier met z'n allen zeggen van, nou weet je wat, we schaffen dat gewoon af, hoera. Ik zou wel willen, echt willen uitzoeken of dat inderdaad geen problemen geeft met paspoort en reizen naar buitenland. Maar ik zou ook echt willen uitzoeken wat voor gevolgen dat heeft voor bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken die wij gewoon op gezondheidszorg doen. U bent principieel niet tegen, alleen u wilt een heleboel uitzoeken. Pechtold. Ja, waarom ik het met name zo van belang vind dat we dit gaan regelen, is omdat, laten we daar open over zijn, bij homo, bij lesbienne, bij bi, is het niet iets waar heel snel van op uiterlijk wordt aangesproken. En juist bij transgender en intersexen is het iets waar je al de hele dag, als ik met mensen praat, het gevoel krijg, ja, men kijkt me erop aan. En juist dan vind ik, in dat strafrecht moeten we het goed regelen, en ook juist dan moeten we iets van wanneer hebben we dat ooit bedacht, dat MV'tje, eruit halen. Als je nu kijkt, want los van de reisdocumenten, op wat voor idiote plekken, bij het grof vuil ophalen moet je het aangeven. Bij een boek bestellen moet je het aangeven. Dus het is ook iets maatschappelijks waarvan we gewoon zo snel mogelijk moeten zeggen, onder verantwoord ondernemen, hoort het ook dat allemaal verdwijnt. Maar ik vraag me nu oprecht af, waarom hebben we dat ding eigenlijk? Waarom wordt dat geregistreerd? En ik wil heel graag mij verder verdiepen. En als het zo is dat het totaal nutteloos is, dat we het inderdaad praktisch kunnen oplossen, dan ben ik ook voor afschaffen. Het kan makkelijk gezegd worden, maar het is gewoon niet hoe het is. Volgens mij proeft bij de meeste partijen, of eigenlijk allemaal, de bereidheid om daar waar registratie is van geslacht, waar het onnodig is, en onnodig, als dat 100% is, is het 100%, maar waar het onnodig is, moet het weg. Dat zegt iedereen. En het lijkt mij dat alle partijen die zeggen, dat onderzoek, ja, er zijn allemaal onderzoeken, maar er is geen uitputtend onderzoek hierna. Vaststellen, kom je in een probleem. We willen ook niet dat iemand met een paspoort bij misschien juist wel Amerika straks staat. Dat is misschien juist wel een goed voorbeeld gezien die, laat ik me geen kwalificatie om in te geven. Doe maar. Deze uitermate gewaardeerde collega aan de overkant niet. Juist dat wil je voorkomen. En dat soort dingen moeten we vaststellen, maar ik zou zeggen cash gewoon wat we hier met z'n allen zeggen. Namelijk onnodige registratie van geslacht. Daar willen we allemaal van af. En als 100% onnodig is, gaat er 100% weg. Ga je deze keer voor het minister-presidentschap? En zo ja, waarom moet de roze stemmer daar je bij steunen? Ik ga voor het minister-presidentschap. Omdat ik vind als je meedoet, dan ga je voor goud. En ik heb nu een paar keer meegedaan. Ik wil nu vooral dat D66 gaat regeren. Ik ben heel trots dat ik als D66er in een partij zit met Boris Dietrich, Boris van der Ham, Vera Bergkamp, Pia Dijkstra, Sophie in het Veld. De laatste zit in het Europarlement, die laat geen gay pride in Europa voorbij gaan. En dat is niet altijd makkelijk zoals hier in Nederland. En in die partij hebben we heel veel dingen voor elkaar gekregen. Soms door voorop te lopen, soms door anderen mee te nemen. En ook nu in deze tijd, kijk naar wat er nu in Amerika gebeurt, vind ik het van groot belang dat we de punten die we vanavond ook bespraken nu ook eindelijk gaan uitvoeren. Ik ga vragen aan Jennifer Hopeless. Ja. Ik ben Jennifer. Ik ben eigenaar van twee gayzaken in Amsterdam. We nemen de seksuele gezondheid van onze klanten zeer serieus. Daarom delen wij per week meer dan 4000 condooms uit in onze zaken. En PrEP is een zeer effectief middel om HIV-infecties te voorkomen. Het is al 5 jaar beschikbaar in Amerika en sinds kort ook in Engeland en Noorwegen en Frankrijk. En in San Francisco zie je een daling van 35% van nieuwe gevallen van HIV. Alle belangrijke gezondheidsorganisaties ter wereld, inclusief AIDS Fonds en GGD, steunen de snel invoering van PrEP in Nederland. Maar helaas, de regering wil het nog uitstellen en meer onderzoek doen en op zijn vroegst komt het in 2018 in Nederland.
Gaan jullie dat steunen voor een snel invoering van een vergoeding van pret in Nederland in 2017? Ja, GroenLinks is voor een snelle invoering van pret in het basispakket voor doelgroepen, wel nog met een eigen bijdrage, maar we vinden het ontzettend belangrijk dat dit middel op de markt komt. Het is inderdaad in Frankrijk al op de markt. Daar heb ik gehoord zelfs nog veel spectaculairere cijfers, dat het dan met 86% de HIV-infecties zijn afgenomen. Kijk, je kan het natuurlijk economistisch benaderen en je kan zeggen, ja, dit PrEP is heel zinnig, want het middel, maar zo ongeveer 7000 euro per jaar, is aanzienlijk minder dan gewoon levenslange HIV-medicijnen. Maar je kan ook kijken naar de kwaliteit van leven voor mensen. Ik denk dat het dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Inderdaad, elk jaar een kleine 1000 mensen die nog steeds besmet worden in Nederland. Dat heeft een waanzinnige impact op de levens van mensen. Ik heb van dichtbij gezien over die medicijnen, ja, die zijn er wel, maar die maken mensen soms kotziek, hebben stemmingswisselen. Het is gewoon echt ongelooflijk naar. En als je dat kan tegengaan, als je dat kan voorkomen, dan is dat natuurlijk geweldig. En het kan voorkomen worden. Ook het Europees agentschap heeft het afgelopen jaar gezegd dat het middel op de Europese markt kan. Dus het is eigenlijk door dat agentschap gewoon toegestaan, gezien dat het goed is. Ja, laten we dan niet langer dralen. Voor de pilgebruik vraag je toch ook geen eigen bijdrage? Jawel. Ja, jawel. En dat is daarmee dat ik de vergelijking wilde trekken. Ja, jawel. We hebben een aantal pilots lopen over PrEP. Ja, en die zou je gewoon substantieel nu kunnen gaan uitbreiden. Daar heeft GroenLinks ook een, samen met, moet je mij helpen, D66 denk ik, amendement over ingediend afgelopen jaar. Ik geloof voor 3 miljoen. Dat is toen afgewezen. Nou, dat moet gewoon opnieuw in stemming worden gebracht. Vinden jullie ook niet? Waar het over PrEP gaat, heb ik slecht nieuws. Wij zijn niet voor het amendement, de motie die is voorgelegd. En waarom? Wij zijn niet tegen het middel. Maar we hebben in Nederland fantastisch gezondheidsbeleid. Wat inhoudt dat wij vaccinaties, geneesmiddelen, preventieve middelen allemaal degelijk door de Nederlandse Gezondheidsraad laten bekijken, laten testen, laten wegen, laten nagaan. Wat zijn de effecten niet alleen nu, maar ook over 10, over 20 jaar. En dat wil ik van alle geneesmiddelen die in Nederland worden verstrekt en gebruikt weten. En daarom hebben we dat onafhankelijke instituut. En de VVD is van mening dat we die deskundigheid van het instituut niet alleen moeten waarderen, maar ook moeten gebruiken. Als dat instituut, de Gezondheidsraad, zegt, dit middel heeft inderdaad die positieve werking en niet allerlei nadelen, dan zullen wij samen met de ongetwijfeld andere partij als eerste daarvoor stemmen. Maar niet eerder dan dan. PrEP moet absoluut zo snel mogelijk in het basispakket dit bedrijf creëren. En niet met een eigen bijdrage. Want het zorgt ervoor dat wij de HIV-epidemie kunnen voorkomen. Het is in ons aller belang dat zo'n medicijn ook wordt gebruikt. Dus laten we dat zo snel mogelijk in het basispakket ook opnemen. Wat wel belang is, is dat het van een farmaceut is die daar heel veel geld aan verdient. En dat we zo snel mogelijk naar generieke medicijnen moeten komen. Zo kunnen we ook de gezondheidskosten omlaag brengen. Dan kan het ook betaalbaar blijven. Ik dacht, ik ga het vanavond één keer met Halbe eens zijn en dit is het moment. Oh, wat jammer dat je dat bij voorbaat al had bedacht dan. Ja, nee. Maar we doen het op argumenten, toch? Nee, maar, ja, ik vond zijn argumenten goed. Er loopt nu een succesvolle proef. Dat hebben GroenLinks en D66 geïnitieerd, hier in Amsterdam, resultaten uitstekend. Dat we daarmee voor de lange termijn, los van heel veel leed, ook veel maatschappelijke kosten besparen, is daarom iets waarom ik zeg, we moeten het gaan doen. Maar voor al diegenen die direct riepen, doe het maar gratis, het is wel 7.000-8.000 euro per jaar. Ja, ik vind het fantastisch dat partijen vaak roepen, en dan maak het maar generiek en dit en dat, maar we gaan de komende weken nog heel veel gratis horen in de gezondheidszorg. Bedenk je wel, het zijn wel kosten op dit moment. En ik ben ervoor, maar laten we dat met z'n allen wel bewust zijn. Medicijnen geven aan gezonde mensen, dat noemen wij gewoon preventie. Hè? Daarom enten we ook kinderen in. En ook 50PLUS is voor preventie voor bepaalde doelgroepen. Daar willen wij bijvoorbeeld ook inentingen van gordelroos voor ouderen. Maar in dit geval... En natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Ik vind het heel goed dat u condooms uitdeelt. Dat moet u ook vooral blijven doen. Maar ik vind als die PrEP onze mogelijkheid biedt om in elk geval heel veel maatschappelijke schade te beperken, dan moeten wij dat absoluut overwegen. Maar ik wil wel zeggen,
We gaan hier niet van alles, tenminste zou ik niet willen doen, alles gratis roepen. Als er toch maar iets... Meneer Pechtold, u heeft graag mijn 500 euro die ik van u zou krijgen in. U heeft gratis, u heeft wel voor gratis geld, u heeft gratis 500 euro aan iedereen beloofd. Ik lever hem graag in om ervoor te zorgen dat we het wel in het basispakket kunnen krijgen. Een relatief kleine groep mensen. En het gaat... Nee, het gaat in principe om iedereen die gebruik wil maken, vrijer wil gaan doen. Nu is het terecht bij een kleine groep en ben ik er helemaal voor. Het is notabene ons eigen initiatief. Maar ik vind op een verkiezingsbijeenkomst moet je... We hebben het vier jaar geleden hebben zorgvuldig punten benoemd waarvan we zeiden, daar gaan we voor. Er zijn dus bijvoorbeeld ook een extra bescherming, bijvoorbeeld voor mensen die een langdurige relatie hebben waarvan de één HIV besmet is. We weten allemaal dat af en toe HIV geïnfecteerd is. Waarbij je allemaal, waarbij we allemaal weten dat condoomgebruik soms ook niet heel goed gaat en dan loopt iemand een enorm risico. Dus gewoon het gebruik in aanvulling op een condoom, dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Dan wat betreft die enorm grote groep, ja, daar kan je natuurlijk ook gewoon huisartsen gewoon ook een rol in geven. Dat is natuurlijk ook wel een afspraak die je kan maken bij het invullen van de regelingen precies voor, voor het basispakket. Maar waar het, wat ik verder wil zeggen is dat die, op dit moment, we lijken het erover eens dat in ieder geval op termijn, nou ja, dat het medicijn hopelijk wordt goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Maar al dit jaar kunnen we natuurlijk ook in ieder geval de pilot uit gaan breiden. Want er is nog maar een heel klein deel van de mensen die daaraan meedoet. Wie is voor uitbreiden van de pilot? Dat is heel te makkelijk. Ja, maar je hebt nu eindelijk je zin dat jullie het niet eens zijn. Een pilot is niet voor niks een pilot. Nou, het is om dingen uit te testen, om te kijken wat de resultaten zijn voordat je naar een grotere groep doet. Als het verantwoord vergroot kan worden, denk ik dat niemand die tegen zal zijn. Maar het is ook onderdeel van het hele proces met de gezondheidsraad, et cetera. Dus als dat verantwoord kan... Ik vrees dat we niet eens worden. Dus ik vrees dat je moet wachten tot er een andere meerderheid is in de Kamer... voordat dit weer kans van slagen maakt. Het is niet anders. Zullen we net iets positiever afsluiten? Volgens mij, als we de gebruikersstappen die we in dit land altijd aflopen, hier netjes aflopen, en dat gaat echt niet van een trage slakgehalte, dan gaat dit middel zetten en beschikbaar zijn. Waarom moet de roze stemmer op GroenLinks stemmen? Omdat het in het DNA zit van GroenLinks om te knokken dat iedereen echt zichzelf kan zijn in al zijn diversiteit. We hebben het net uitgebreid over een aantal punten gehad. PrEP bleek een lastig punt te zijn, waar niet iedereen het over eens kon worden. Hoe denken jullie over PrEP? Nou, ik heb hier ook verdedigd dat PrEP gewoon een heel belangrijk aanvullend middel kan zijn om juist heel veel HIV-infecties te voorkomen. En dat het daarmee nou ja, zowel ook kosteneffectief is, maar ook vooral heel erg veel leed kan voorkomen. Dus ik ben er heel erg voor dat het in het basispakket komt voor bepaalde doelgroepen en met een kleine beperkte eigen bijdrage. Maar dat het echt gewoon de Nederlandse markt nu opkomt. Ja, dat kan eigenlijk pas vanaf volgend jaar, maar laten we dan nu de pilots die er zijn uitbreiden, zodat ook in 2017 heel veel meer mensen PrEP gebruiken. En ik ga vragen aan Pepijn Zwanenberg om dat nader te verklaren. Onze dochter Kate heeft twee papa's en één mama. Ik voel me een enorme geluksvogel om onderdeel te zijn van het gezin wat jullie hier op de dia zien. En er zijn steeds meer kinderen in Nederland die opgroeien in een regenbooggezin. Wij voelen ons alle drie net zoveel papa of mama, net zoveel ouder van onze dochter Kate als net zoveel. Alleen voor de Nederlandse wet is het niet goed geregeld, kunnen gewoon maar twee ouders zijn officieel ouder. Naast dat dat niet goed voelt, is het ook zo dat dat heel veel praktische problemen met zich meebrengt. Het heeft met het openen van spaarrekening, dat is klein bier natuurlijk eigenlijk. Maar het gaat ook als zij onverhoopt bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht zou komen. Er zijn allerlei praktische problemen waar wij tegenaan lopen. Nou is er een prachtig advies gekomen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap onder leiding van Aleid Wolfsen. En dat advies, dat was best emotioneel, denk ik, van al die ouders en al die kinderen die opgroeien in de regenbooggezin. En mijn vraag aan jullie als politiek is, willen jullie ook het belang van al deze kinderen voorop stellen en willen jullie het advies van deze staatscommissie zo snel mogelijk vertalen in de politiek, zodat dit geregeld is namens alle ouders, maar natuurlijk ook namens al die regenboogkinderen die in Nederland doen? Wilt u bevorderen dat er een wet komt waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag krijgen? Nou, om te beginnen is iedere plek waar een kind veilig en gezond op kan groeien, in iedere stabiele omgeving, regenboog, niet regenboog, 2, 3, 4 personen, voor mij even goed. Dus ik snap ook heel erg goed wanneer u zegt, het voelt voor mij, evenveel vader of moeder, dat voelt voor ons allemaal precies hetzelfde en er zijn praktische problemen.
praktische problemen die er zijn, die moeten worden opgelost en worden aangepakt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het gaat voor mij wel te snel en te kort op bocht. En daarom zeg ik iets meer geduld om goed te onderzoeken. Wat betekent dit juist in het belang van de kinderen? Want je regelt niet alleen voor als het goed gaat, en nu gaat het goed. U verandert ook een wet om te kijken wanneer het misschien niet goed gaat. En wanneer het met vier ouders in het gat per ongeluk verkeert, dan zul je toch moeten nadenken wat betekent het dan in het belang van dat kind met omgangsregelingen met 2, 3, 4 ouders en eventueel 8 grootouders. Dus wij vinden elkaar, als gezegd, iedere plek waar een kind veilig en gezond opgroeit, regenboog, niet regenboog, is mij prima. Daar staat in het CDA-programma ook 1,5 alinea aan gewijd, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zeg, er zijn praktische problemen die moeten worden aangepakt, maar iets meer geduld en iets meer onderzoek en eerst zorgvuldigheid als het gaat om... Wanneer stellen we een staatscommissie in? Dat stellen we in wanneer we met weliswaar een moeilijk probleem zitten, maar alle expertise erbij willen halen om daarna niet meer te hoeven zeggen, politiek, ja, er zitten nog wel een paar dingetjes die ik wil weten. Nee, daarvoor hadden we die staatscommissie. Die was helder, die heeft zelfs letterlijk... Die heeft zelfs letterlijk wetsteksten al geschreven die we zo kunnen gebruiken. Nou, dankjewel staatscommissie. Dus ik zou zeggen, en dat zeg ik niet alleen tegen de gemeenschap van LHBTI, maar tegen alle meervoudig, modern, samengestelde gezinnen die niet meer beantwoorden aan datgene wat ooit als normaal werd gezien, laten we dit zo snel mogelijk regelen. Want erachter zitten nog heel veel wetten en heel veel zaken die we zorgvuldig goed moeten uitvoeren. Dus snel aan de slag met de uitvoering van deze. Ik wil nog 2 dingen aan toevoegen. Ik ben het helemaal eens met wat Alexander Pechtold hier zegt. Het eerste wat jij zegt, dat emotionele, dat heb ik ook teruggehoord. Een vriend van mij heeft zo'n gezin gevormd. En is helemaal niet met politiek bezig. Maar toen dit naar buiten kwam, dat gaf een enorm, enorm effect. Dus het raakt iets cruciaals. En het tweede is, ik zou een compliment willen geven aan Art van der Steur. Minister die dus onlangs is afgetreden, maar die dit... Het staat ook op camera dit, hè? Ja, maar daarom zeg ik het ook. Daarom zeg ik het ook. Dit goede advies van Leid Wolfsen in nota door het kabinet heeft gestuurd. Zodat het ons in staat stelt om hier niet alleen te beloven, maar ook waar te maken dat we dit snel gaan regelen. Dat moeten we doen. Het zou goed zijn om al deze partijen te vragen, dat als straks dat wetsvoorstel komt als het kabinet demissionair is, dat niemand dat wetsvoorstel controversieel verklaart. Want dan kan het namelijk meteen door. Wie gaat voorstemmen? Ja. Nee, even, wie gaat er voorstemmen? Ja, vraag is... Natuurlijk, we gaan het niet ophouden, maar ik vind wel, wij waren initiatiefnemer van die staatscommissie, juist omdat het zo'n belangrijk en relevant onderwerp is. Dat rapport ligt er, dat moeten we ook snel behandelen, maar wel zorgvuldig. Jullie gaan dus voorstemmen, zeg je, ook als het kabinet demissionair is. Geldt dat voor iedereen, behalve wie wil er handen? Ja, voor. Behalve, ik wil ook heel ja, nee, behalve het CDA. Nee, het CDA zegt niet stem tegen. Het CDA zegt laten we het zorgvuldig doen. Alle niet... partijen willen het zorgvuldig doen, maar het gaat over kinderen, het gaat over ouders. Natuurlijk doen we dat zorgvuldig. Eén partij kan dat tegenhouden. Kan één partij dat tegenhouden? Juist. Oh! Vandaar dat ik even die vraag stel. En het CDA gaat het tegenhouden? Nee. Dat kan ik een mooie vraag maken. Zoals u weet zit ik daar nu niet, dus nee, maar het is helder wat ik heb gezegd. Ja, het is helder wat u hebt gezegd, maar dit is wat anders. Kijk, dit is dus niet zomaar een gewone meerderheid die nodig is om iets aan te houden, aan te nemen. Dit is dus dat u de behandeling kunt tegenhouden. Dus de vraag is toch even wat het CDA hier doet. Daarom zeg ik, daar zit ik nu niet, dat kan ik niet zeggen. Dan zou ik zeggen, juist in zo'n periode dat de Kamer een beetje zit te wachten op een nieuw kabinet, kan je heel zorgvuldig dit behandelen. Hoe ziet jouw gezin er nu uit en hoe zou je dat het liefst willen? Nou, ik ben de geluksvogel sowieso. Ik had een hele sterke vaderwens dat ik samen met mijn vriend en ik, samen met een hele goede vriendin, hebben wij een dochtertje van ruim 1,5 jaar nu. Dat is fantastisch. Ik ben echt voor mijn geluksvogel, ik ben heel erg gelukkig. Maar het is wel eigenlijk heel raar dat voor de wet dat je maar 2 officiële ouders hebt. Dus wij hebben een intentieverklaring gemaakt van tevoren. En dat is bijvoorbeeld, je legt dan in een la, maar als alles misgaat, dan haal je die eruit. We hebben altijd al gezegd van er zijn 2 papa's en 1 mama en dat voeren we ook rigoureus overal door.
Maar voor Nederlandse wet zijn er maar 2 ouders. Dus wij kunnen onze dochter ook niet de bescherming van 3 ouders geven. En dat is juist voor als dingen misgaan. Als zij onverhoopt in het ziekenhuis komt te liggen. En ik ben er niet bij. En Jeannette moeder is niet bij. Mijn partner Ivo wel. Kan hij geen beslissingen voor haar nemen. Als wij naar op vakantie gaan, maar hij wil bijvoorbeeld vooruit reizen met haar. Moet hij allemaal documenten invullen. Terwijl we hebben deze beslissing samen genomen. We zijn dit hele proces ingegaan. Hij is gewoon papa. En dat vind ik eigenlijk heel erg vernederend. Maar het allerergste vind ik dat het kind niet centraal staat. Nu al die kinderen groeien op in Nederland, in zo'n gezin eigenlijk. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat is onze eigen schuld, we hebben daarvoor gekozen. Maar ik denk juist dat je de wetgeving moet aanpassen op de tijd waarin we nu leven. Deze kinderen leven op deze manier, groeien op deze manier op. Zorg dat het goed geregeld is voor deze kinderen. Liefde is het belangrijkste, dat geven wij. Maar de wetgeving is wel heel belangrijk dat die erbij komt. Maar waarom moet de roze kiezer op jou stemmen? Ja, kijk, artikel 1 is een partij die niet van betutteling houdt en die heel erg staat om voor, weet je, wees wat je zegt. Wij zijn geen partij voor de LGBT community, wij zijn de LGBT community. We zijn geen partij voor vrouwen, de meerderheid van onze lijst bestaat uit vrouwen. We zijn geen partij voor people of color, we bestaan uit people of color. En dat betekent dat alle onderwerpen die vanavond aan bod komen bij ons binnen de partij echt leven. Als het gaat over meer ouderschap, als het gaat over PrEP, als het gaat over trans mannen, als het gaat over genderregistratie, al die zaken die spelen waarlijk binnen onze partij. Nu zijn er ook een aantal partijen zijn bewust niet aanwezig vandaag. Een van die partijen was Denk. Hoe verschilt jouw standpunt nu binnen artikel 1 van het standpunt op deze gebieden van Denk? Nou, mijn standpunt is in de afgelopen 20 jaar niet veranderd. Waar ik heel erg blij om ben, is dat ik nu een eigen partij heb waar die standpunten ook tot volle bloei kunnen komen. Het is een spannend pad, het pad van de politiek. Er komen grote offers bij kijken. En dat is geen enkel probleem op het moment dat je idealen van 100% kunt uitdragen. Iedereen die mij kent, ook maar een klein beetje, weet wat de idealen zijn, hoe lang ik die al heb. Ik weet niet beter. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik nu in woord en daad deze idealen tot bloei kan brengen. Waarom moet de roze stemmer op het CDA stemmen? Ik sta nu op nummer 3 van de lijst van het CDA, maar tot voor kort was ik wethouder in de gemeente Os, waar ik me heel druk heb gemaakt om het roze jaar in Os te krijgen en roze zaterdag en zo. Kijk, voor mij is het heel belangrijk dat iedereen geaccepteerd wordt zoals die is. En daar staat het CDA voor. Acceptatie zonder mits en maren en dat bevorderen en handhaven. Mooi gezegd. Nu zei het CDA vroeger ook altijd dat het gezin een hoeksteen is van de samenleving, volgens mij. Meer ouderschap was ook een onderwerp in het debat. Hoe denkt het CDA daarover? Nou, volgens mij is het zo dat het maakt niet uit hoe een gezin eruit ziet. Het gaat er mij om dat een kind veilig en duidelijk op kan groeien. En of dat gezin bestaat uit 2 mannen, een vrouw en een man, variaties erop, maakt me niet uit. Het gaat om het kind en om die veiligheid. En waar de stelling was hier, we moeten dat meer ouderschap zo snel mogelijk invoeren. En ik zeg, je moet dat meer ouderschap zo zorgvuldig mogelijk invoeren, want het gaat mij om het belang van het kind. En het moet niet alleen gewaarborgd zijn wanneer alles goed gaat, maar ook wanneer het niet goed gaat. Want helaas, binnen hetero huwelijken gaat het soms niet goed en met andere constructies ook niet. En ik wil dat zorgvuldig en goed georganiseerd hebben, juist voor in het belang van dat kind. Hoe kijk je zelf terug op het debat? Ja, ik ben echt heel erg tevreden. Ik vind dat er sowieso dat de breedte van het aantal partijen dat hier stond was heel erg mooi. En als ik dan zie, ik heb niet meer precies geteld, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben we 7 punten binnengehaald voor een nieuw akkoord. Ja, daar ben ik echt, dat is meer dan we van tevoren hadden verwacht. We hadden het wel gehoopt, maar ja, mijn verwachtingen zijn echt overtroffen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En denk je dat zo'n debat ook het stemgedrag van de roze stemmer beïnvloedt? Ja, ik denk het zeker. Ja, ik vind je moet je goed op de feiten baseren als je je stem uitbrengt. En daar helpt zo'n debat voor. En daar helpt ook onze kieswijzer, gayvote.nl, helpt daar ook voor. Natuurlijk is het niet het enige in het leven dat je lesbisch of homo, bi, transgender of intersex conditiepersoon bent. Maar laat het wel meewegen in de manier waarop je stemt. Hè. En als je nu kijkt naar Amerika en hoe het daar gaat en dat daar nu een vicepresident zit die in zijn tijd als gouverneur gewoon anti-homo-wetten heeft ingevoerd. Dan denk ik van ja, wees je er bewust van dat wij in een land van als Nederland leven waarin je met je stem kunt beïnvloeden dat er partijen die nu aan dit regenboogakkoord gaan meedoen, dat die gaan regeren. Dat zou ik heel graag willen. Is nou de introductie van PrEP, of hoe je dat moet zeggen in Nederland, is het echt mislukt? Vinden jullie dat?
Ja. En ik kom erachter dat wij eigenlijk een beetje het achterlijke broertje van de wereld zijn. Dat wij hier in Nederland heel erg achterlappen. Klopt dat, Jennifer? Ja, dat klopt. Ja.